Zijn colleges zijn miljoenen keren bekeken op YouTube. De Nederlandse professor Walter Lewin verruilde Nederland voor Amerika en heeft daar geen moment spijt van gehad. Maar wanneer ik nu kijk naar die lege collegezaal, dit hurts. Ik kan het niet onder woorden brengen. Dit is mijn leven. 50 jaar. Het Amerikaanse Boston is niet alleen bekend om deze ducktours met vreemde amfibievoertuigen. De meest Europese stad van de VS is ook de plek van twee prestigieuze universiteiten. Het wereldberoemde Harvard en iets verderop het MIT, het Massachusetts Institute of Technology. Ik ontmoet daar de natuurkundige Walter Lewin. Hij is Nederlander en pionier in de röntgenastronomie. Maar in ons land vooral bekend door optredens in De Wereld Draait Door. Nu ga ik jou slaan. Kijk eens naar de aluminium. Ik ga nou jouw neus aanraken. Mijn neus? Oké. Okay. Dan gaat er dus een stroom lopen van jou naar mij. Ja. Of omgekeerd. Best wel hard eigenlijk. En dat geeft een schok. Oké. Okay. Oh! In zijn colleges probeert hij ook op originele wijze natuurkunde begrijpelijk te maken. Omdat ze op internet staan, hebben inmiddels miljoenen scholieren en studenten ze bekeken. 5 jaar geleden ging hij met pensioen. Maar gastcolleges geeft hij nog graag, waar ook ter wereld. Wat is het geheim van zijn manier van doseren? Vraag ik hem in de collegezaal waar hij bijna 50 jaar les gaf. Ik kan ze laten lachen. Ik kan ze laten huilen. Ik kan ze laten ophouden met ademen. I can make them wet their pants. Ja, ik kan ze zo in mijn macht krijgen dat ik alles met ze kan doen. Wanneer ik dat beroemde experiment doe, ja, waarin ik mijn leven op het spel zet, waarin ik hier tegen de muur ga staan. Ja. And I cannot move any further back, so there's no cheat here. I'm going to release it right from my chin here. En als die bal dus terugkomt en ik ook maar een minutieuze klein zetje zou hebben gezeten, nou dan crunched het mijn skin. En ik bouw dat op. Ik ga ze dus die angst geven dat als ik dus die fout zou maken, dat kan gebeuren. En dat het wel eens mijn laatste lecture zou kunnen zijn. So I need your collaboration. When I count down from 3 to 0, no noise. No coughing. And I would even appreciate it if for those 3 seconds you would not even breathe. En dan zit doodstil in de zaal. Doodstil. 3, 2, 1, 0. En dan kijk ik niet, maar als die bal op mij afkomt, dan voel ik de wind. Met andere woorden, ik weet dat die bal hier is. Dat voel ik aan de wind. En dan wacht ik dus nog 1 seconde. En dan open ik. En dan zeg ik: physics works and I'm still alive. Ik wil dat ze laten, dat ze hun hele leven het herinneren. Dus dat kan je alleen maar doen door die spanning alsmaar hoger te maken. Alsmaar hoger, alsmaar hoger, alsmaar hoger. En dan, als je dan dus klaar staat en ze denken dat het gebeurt, en je hebt ze helemaal opgegeild naar dat moment van je moet niet ademen. Jongen, dat is de artiest. Eerder die ochtend zocht ik Walter Lewin op in zijn bescheiden werkkamer, die als emeritus hoogleraar nog steeds heeft. Het lijkt wel een rariteitenkabinet met een kleurrijke Halloweenpop in de vensterbank. Moet je eens kijken naar de verschillende kleuren van plastic. Hoe heel subtiel die ten opzichte van elkaar gebruikt zijn. Maar u houdt wel van kleur, hè? Want eigenlijk lijkt hij een beetje op wat u nu aan heeft. Ja. Toch? U heeft vaak van die gekleurde hemden aan. Waardoor is die voorliefde voor kleuren ontstaan? Waarom heeft u dat op deze manier? Wel, ik ben een kleurrijke figuur. Ja? Dat zegt u van uzelf. Ik denk dat daardoor dat toch ergens ook in mijn kleding is komen te zitten, ja. Ja, het is ook een beetje uw handelsmerk geworden? Nee, ik heb geen handelsmerken. Dat denken mensen. Dat heb ik echt niet. Ik ben wie ik ben en doe dat niet
Ik doe die. Ik ben excentriek. Daar kunnen we kort over zijn. Ja. Dat doe ik niet om excentriek te willen zijn. Maar ik ben excentriek. Dat ben ik altijd geweest, ook als kind al. Maar hoe word je excentriek dan? Hoe word je scheel? Je op een goed moment. Maar je kan het je ook aanleren, toch, om het te zijn? Ja, maar ik heb het nooit aangeleerd. Ik ben het altijd al geweest. Maar ook in de lagere school was ik dat al. Ik heb 35 ringen en ik heb ook een heleboel armbanden. En ik heb een heleboel necklaces, kettingen. Ja. En ja, die draag ik ook. Ja. En ja, dan valt dat dus op. Ja, dat zijn dus waarschijnlijk maar heel weinig hoogleraar op MIT die überhaupt een Nero jacket zouden dragen. Maar dan ook dit soort ringen. Ja. Ja, dat is een onderdeel van excentriek zijn. Maar ik doe het niet om excentriek te willen zijn. Maar kunt u in Amerika dan een beetje aarden? Want je wordt dat hier wel gewaardeerd als je een beetje excentriek bent? Het zal een worst wezen wat jij doet. Dat is juist het lekkere van dit land. Iedereen op MIT weet dat ik excentriek ben en vreemd ben. Wordt volkomen geaccepteerd. That's no problem. En in Nederland zou er toch een beetje besmuikt worden? Daar kan ik niet over oordelen, want ik ben er al 50 jaar weg. Maar ik denk dat dat in Nederland wel eens problemen zou kunnen opleveren. Ja. Ja, dat zou best eens kunnen. En daarom vindt u het fijn om hier te zijn? Als je derde gemiddelde hoogleraarskamer binnenloopt, nou, dat is om van te braken. Volkomen gebrek aan fantasie. Ja. I hope I'm not interfering with you. My name is Walter Lewin. I've given 800 lectures here in my life. I just delivered my last lecture after 14 years of lecturing. Oh, 14 here. Years is nothing. Nothing. It's peanuts, man. What are you talking about? But they gave me a cake. Oh, that's great. That's very nice. No, the fact that they do that means they like you. That was good. You see, what I mentioned to you, students gave him a cake. Yeah. Think about that. That tells you something about his relationship and de relatie die hij heeft met zijn studenten. Dat is normaal hier. Dat is op een heel ander niveau dan ik dat vroeger in Delft heb gehad. Ja, maar wat is er mis dan met het Nederlands onderwijssysteem? Ik zeg niet dat er iets mis mee is, het is verschillend. Mijn Engels is soms, beter dan Nederland. Het is een matter of attitude, houding. The attitude is hier verschillend. You know that when I'm here, that's very emotional for me? Ja. Really, it is. Emotioneel, waarom? This is my house. This is my life. Mist u het? I have still given, even after I retired, even nadat ik met pensioen ben gegaan, heb ik hier nog minstens 10 colleges gegeven. Maar wanneer ik nu kijk naar die lege collegezaal, dit hurts. Ik kan het niet onder woorden brengen. Maar dit is mijn leven. 50 jaar. Tienduizenden studenten heb ik hier gegeven. Gelukkig dat die allemaal dat de meeste gevideotaped zijn. Maar is het ook emotie van dankbaarheid dat u het mocht doen? Of ik kan het niet onder woorden brengen wat het is. Ja. Misschien is het meer een dit komt nooit meer terug idee. In 1966 kwam Walter Lewin als jong onderzoeker bij het MIT werken om er altijd te blijven. Tijdens een rondgang over de campus vraag ik waarom hij nooit meer is teruggegaan naar Nederland. Waarom bent u in Amerika gebleven bij dit instituut? Man, dit is heaven! Vergeleken met waar ik in Nederland was. Hoe kun je mij in godsnaam vragen waarom ik heaven heb verlaten? Dit was een wereld voor mij die openbrak. Ik kon alles doen wat ik maar wilde. Ieder idee wat ik had, kon ik omzetten in realiteit. Ik kreeg een vrijheid. Ik ben een pionier geworden in de röntgenastronomie. Hoe kun je mij in godsnaam vragen waarom ik dat verlaten heb? Dat had ik toch nooit in Nederland gekregen? Nee, oké, nou dat is het antwoord. Ja. Kennelijk bent u heel enthousiast hier. Ja, inderdaad. He just simplifies everything and he makes it so understanding, which is absolutely amazing. So you helped him? Yeah, you did. I help 2 million people per year, man. I hope you understand that. Yeah.
It is brilliant. Yeah. Kom eens hier. Zie je die, dat zwarte ding daar? Ja. Yeah. Helemaal tegen het plafond, dat is een stalen kabel. Dus die zou zo weer neergehaald kunnen worden? Ja, maar dan moet die bal die eraan is, ja? die is in het museum. Het experiment dat wereldberoemd werd. Walter Lewin, die zelf aan een kogel gaat hangen, wat een pendel moet voorstellen, waarmee hij wil bewijzen dat het aantal slingerbewegingen onafhankelijk is van het gewicht aan het uiteinde. Oh, this really hurts. Wanneer dacht u van, ik moet er zelf aan gaan hangen? Meteen dezelfde. Toen ik dat zag, wist ik dat meteen. Maar het was ook pijnlijk, hè? Want je hoort u ook af en toe ouwe roepen. Je ballen. Ja? Waar komt die gedrevenheid is nog te zwak uitgedrukt vandaan. Nou, dat u zo goed college wil geven. Waar komt dat vandaan dan? Ja, dat is om dezelfde reden waarom ik excentriek ben. Ik kan het niet laten. Ik kan het niet laten. Zit er iets achter misschien van bewijsdrang? Van ik wil me laten zien dat ik een goede leraar ben. Nee, het heeft niets mee te maken. Niets. Helemaal niets. Nee. Dat is ik probeer het te begrijpen, want u bent zo fanatiek erin. Dat is obsessed, bijna ik ben obsessed. Ja, dat geeft u toe, ja. Natuurlijk geef ik dat toe. Maar ik begrijp dat niet. Waarom alleen u en niet 1000 anderen? Oké. De enige parallel die ik zou kunnen trekken, ja, en ik laat het aan jou om te beoordelen of die goed of slecht is. Kunstenaars die obsessed zijn, pionierkunstenaars, hebben het ook. Precies hetzelfde. Die kunnen ook 's nachts om 3 uur niet slapen, want die hebben plotseling een idee en ze willen dat uitwerken. Het is precies hetzelfde. U bent eigenlijk kunstenaar? Ja. Ik noem mijn colleges ook zeer arrogant works of art.